In deze video probeert Kreuger van Haga de les voor te lezen, maar wordt ze dan zelfs verpletterd. Interruptie van mevrouw Kreuger, GroenLinks. Kijk aan. Ja, voorzitter, ik vind het altijd moeizaam om deze betoog te horen, want het is bij elk debat hetzelfde. En elke keer is het de oproep om weer gas te gaan winnen. Ja. Terwijl dat zo ongelooflijk pijnlijk en schofferend is. Maar op een specifiek punt, de heer Van Haga noemt hier het negeren van het advies van staatstoezicht op de mijnen een doodzonde van de minister. Dus hij noemt het negeren van dat advies een doodzonde. En toch wil hij zelf nu datzelfde advies negeren, want staatstoezicht op de mijnen adviseert nu om te stoppen met winnen. Dus wat is nou de doodzonde? Heer Van Haga. Nou, daar zit inderdaad een inconsistentie in. Uiteindelijk zijn veel van dit soort adviezen politiek gemotiveerd. Maar ik denk dat in 2012, toen het advies kwam om minder te gaan winnen, om de seismische activiteit omlaag te brengen, en er ook gemodelleerd werd bij de NAM om bijvoorbeeld water of stikstofinjectie toe te passen, ik denk dat die adviezen opgevolgd hadden moeten worden. Het uiteindelijke advies om naar nul te gaan is denk ik onder grote politieke druk gevoerd. En ja, dat advies, dat verhoudt zich niet met technische werkelijkheid. Mevrouw Kreuger. Ja, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van Haga zelf aangeeft dat hij niet consistent is. En ik denk dat het enige wat politiek gemotiveerd is hier, is dat hij totaal willekeurig het ene advies van staatstoezicht van de mijnen een doodzonde vindt om het niet op te volgen en het volgende zelf naast zich neerlegt en Groningers schoffeert. Nou, nee, voorzitter. Het staatstoezicht op de mijnen heeft op een gegeven moment gezegd dat 12 miljard kuub een veilig productieniveau zou zijn. Ik denk dat dat het laatste apolitieke advies is geweest. En ik denk dat dat ook een fatsoenlijk advies is geweest, ook technisch verantwoord. Zeker als je nu bedenkt dat we dat makkelijk kunnen doen. We hebben voldoende stikstof waarmee we dat zouden kunnen doen. Het wordt ook gestaafd door allerlei hoogleraren die dat ook zeggen. Dus het is technisch mogelijk om veilig door te gaan met boren. Als de vraag gesteld wordt, en ik denk dat dat het probleem ook is, aan de SODM, hoe kan je het risico naar absoluut nul reduceren? Ja, dan moet je niks doen. Moet je binnenblijven en jezelf in cellofaan inwikkelen met een rietje eruit en dan in een bed gaan liggen. Volgt u betoog.